Thomas Ojan, net over de wel gespeeld tegen Alexandria uit Oekraïne. 3-0 verloren. Ja, tropische temperaturen hier in Dirkshoorn. Wat voor gevoel heb jij overgehouden aan deze wedstrijd? Ja, geen goede natuurlijk. Nee. Omdat je gewoon verliest. Maar ja, er zijn ook natuurlijk genoeg goede dingen gebeurd. En daar moeten we ons aan vasthouden. En ja, nog genoeg ruimte voor verbetering. Ja. Laten we even beginnen dan met verbetering. Wat ging er niet goed vandaag? Ja, zij speelde heel compact. Zakte heel erg in. Dat betekent dat het voor ons heel moeilijk is om er doorheen te spelen. Wat wel onze kwaliteit is. En dan moeten we het op andere manieren gaan proberen. En ja, lukt het toch niet heel goed vandaag. Over jou, Thomas. Je zit natuurlijk alweer een paar jaar in AZ1. Belangrijke speler. Maar je naam wordt natuurlijk nu ook genoemd richting andere clubs. Buitenlandse clubs. Torino, Crystal Palace uit Engeland. Wat is daar van waar? Wat speelt er? Ja, er is interesse, ja. Dat is hartstikke een mooie tijd om dat te horen en te lezen. Maar ja, heel serieus is het ook weer niet nog. Er is wel uitgesproken dat er interesse is. Alleen het is gewoon afwachten wat ze ermee gaan doen. Wat wil jij zelf? Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus het is allemaal nog afwachten. En ja, tegen die tijd, als het echt serieus wordt, dan kan ik er misschien meer over vertellen. Maar nu, is gewoon afwachten en focus ik me gewoon op deze voorbereiding hierbij zet. Snap ik, je zegt je bent er nog niet helemaal over uit. Maar wat zijn dan je afwegingen, waar kijk je naar? Ik wil natuurlijk weten hoe het daar in zijn werk gaat. Hoe het complex daar is, wat de faciliteiten zijn. En wat natuurlijk het plan van de trainer is met mij, mocht ik daarheen gaan. Ja, praat je dan over Torino of Crystal Palace? Dan gaat het nu voornamelijk over Torino. Maar ja, het is allemaal afwachten en ik zie het wel. Voorlopig eerste voorbereiding van AZ. Voorlopig speel ik gewoon bij AZ, ja, zeker.